In aanwezigheid van minister Vijay Chhotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie is vandaag het weggedeelte van de Zwarte Novenbrugstraat tussen de Liemersgracht en de Gemeenlandsweg opengesteld. Helemaal volledig is aangepakt, open te stellen voor de totale gemeenschap. En dat gaan we nu doen dan. Heren, alstublieft. Deze wegen zie je meestal wanneer je in het buitenland gaat, naar Nederland, Europa, Amerika, naar Dubai. En we hebben het nu in Suriname, dus we kunnen het best wel zelf in ons eigen land. En we moeten niet vergeten, er zijn Surinamers die op openbare werken werken, deskundigen zijn Surinamers. En dat de aannemer ook een Suriname is, Baitali is van Suriname, waar Surinamers werken. Dus als we die krachten die we hebben kunnen bundelen, dan kunnen we dit soort mooie projecten voor de Surinaamse samenleving neerleggen. U ziet het, het is vanaf de muren, vanaf de rooilijn noemen we dat, van de beide kanten de gebouwen, hebben we bestrating, we hebben parkeergelegenheid in orde gemaakt. Dan krijgen we het lateraal, zoals we dat noemen, het lateraal rioolstelsel. Dat wil zeggen dat daarop elke aparte individuele interne aansluiting vanuit de gebouwen en woningen zijn geplaatst. Dat heeft ook heel veel werk natuurlijk gevergd. En daarna hebben we dus de grote afvoer, het hoofdrioolstelsel zoals we dat kennen. Dat wil zeggen, hier mag absoluut niet meer onder water lopen. Minister Chhotkan legt uit dat de Zwarte Novenbrugstraat geruime tijd veel wegverzakkingen had en een slechte rioleringssysteem. De aannemer Baitali moest ervoor zorgen dat het rioleringssysteem goed werd aangepakt en dat alle nodige voorzieningen werden getroffen. Bij dit project is er gekozen voor kunststof in plaats van betonnen riolering. Kunststofrioleringen hebben een langere levensduur. Een ander voordeel bij het gebruik van kunststofrioleringen is dat er minder tot geen sprake van verontreiniging van het grondwater is. Vandaar dat de ondergrondse werkzaamheden ook meer tijd in beslag hebben genomen. Volgens de bewindsman kwam de aannemer daarnaast allerlei bedradingen tegen die niet behoorlijk gesorteerd waren. Nu is dit alles nauwkeurig aangepakt. Niemand wil onder water lopen, auto's willen niet in water rijden of bestuurders willen niet in water rijden. Dat moeten we natuurlijk ook gaan doen. We moeten iets doen, niet omdat het gedaan moet worden, maar we moeten het doen omdat we het goed willen doen. En ik denk dat we hier natuurlijk heel trots op mogen zijn dat we als Surinamers dit hebben kunnen presteren. Dan krijg je natuurlijk een heel breed wegdek, u merkt het. Ik denk dat het ietsje breder is dan daarvoor. Maar de scheiding, de duidelijke scheiding, de markeringen, dit is een voorlopige markering. U mag weten dat we dus nadat deze weg helemaal is aangepakt tot en met voorbij, of tot en met Kwaku, dat dus met thermoplast de scheiding, dus de wegmarkering, zal worden aangebracht. Waarom we daarmee gaan werken? Omdat thermoplast natuurlijk iets is dat duurzaam is. Hij is retoreflecterend, omdat er een heleboel, we noemen het parels, daarmee gewerkt wordt. Dat wordt natuurlijk ook erbij gedaan. Het is een additief om ervoor te zorgen dat zowel overdag als avonds burgers die gebruik maken van zo'n weg, precies moeten kunnen weten waar zij thuis horen. Bent u bestuurder van een voertuig, dan weet u precies waar u moet zijn. Bent u, zoals u daar nu ziet, bent u een fietser, dan weet u precies waar u moet zijn. Maar ook voetgangers moeten weten hoe de scheiding hier is en natuurlijk waar ze allemaal, welke punten ze allemaal mogen gebruiken om over te steken. Het gedeelte dat nu aangepakt zal worden ligt tussen de Drambrandersgracht en de Dr. Sophie Redmondstraat.